Ondanks dat het vandaag de dag een van mijn leukste hobby's is, breekt die verplichting me op. Het werkt benauwend soms. Op 7 april 2017 postte ik mijn eerste vlog. En mijn persoonlijke uitdaging was om dat in ieder geval een jaar lang elke week te volbrengen. En zie hier, je kijkt naar mijn 52e vlog. I did it! Het lukte me om elke vrijdag om 12 uur een vlog af te hebben. Zelf gefilmd, zelf geëdit. Dat zijn vakgebieden die me voorheen onbekend waren. En dat maakt me best trots. En het was me het jaartje wel, zeg. Het eerst denkbare hoogtepunt was natuurlijk de geboorte van Kiki. En ik zie hoe klein je bent. Voelt alles nieuw, maar lijkt het of ik jou al jaren ken. Ik hoop dat je ergens weet dat het jou aan niets ontbreekt. Je meer dan welkom bent. Maar ook de geboorte van ons nieuwe album, Aangenaam. Jij hoeft van hier weg. Zing even met mij. Zing maar iets over niets, zing jezelf vrij. Mag ik een applaus voor Nick en Simon? Andere hoogtepunten waren de mooie momenten in het buitenland. Het is de eerste keer dat Nick en ik een schrijfsessie in het buitenland hebben. For the fears I should go around. Ja, dat kan nog even duren. Maar hoe is dat allemaal? De reden waarom we precies naar Stockholm zijn gegaan, heb ik helemaal nog niet verteld, besefte ik net. Vreselijke shit. Dat gelul. Nee, echt. Gast, stik dat ding hier. Ik ga hem hier echt deze dag, gaat hij nog ergens verdwijnen. Welkom bij de eerste vlog van 2018 en die komt wel van een heel mooie locatie. Laat het zien. Aan de moskee zie je het misschien al. We zijn in een Arabisch land, in de Verenigde Arabische Emiraten om precies te zijn. En om heel precies te zijn, zijn we in Abu Dhabi. Op naar Warschau, waar het koud is. Thank you very much. Dat was een goede vlucht. Maar er waren ook dieptepuntjes te bespeuren. Een paar weken geleden is er iets heel triests gebeurd. Een van onze gezinsleden is namelijk overleden. Ons kleine hondje Kira. Er wordt nog wel eens lacherig gedaan dat een gast van 1,91 meter twee chihuahuas thuis heeft. En eerlijk is eerlijk, het merk hond, dat kwam niet echt bij mij vandaan. Daar was Annemarie de oorzaak van. Maar het is heel fascinerend dat zo klein als ze zijn, dat ze... Ja, dat compenseren ze met de vreugde en de liefde die ze je elke dag weer brengen. En ik denk dat iedereen met zo'n chihuahua dat kan beamen. Ik heb een knieschijf gebroken. En verder waren er ontelbare optredens. Worden wetenschappers in de war. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouwen, de maren die komen van Mars. Het is nu 1 minuut voor showtijd en het ziet er zo uit. Kik en Simon!
Het is nu pauze en dan is het tijd voor een kleine kledingchange. En tv-opnames. TV-programma The Dream gaan Nick en Simon naar Suriname. Onder leiding van hun beste vriend en gelegenheidsmanager Kees Tol. Nummer 1 it scoren is op zich al lastig genoeg. Maar Nick en Simon en gelegenheidsmanager Kees Tol, die doen er nog een schepje bovenop. Nummer 1 hit scoren in Suriname. Nou, de beide heren zijn hier. Van harte welkom. Samen met Koen en Sander en Kim Lian van der Meij gaan Nick en ik nu het jaaroverzicht volgens de sterren opnemen. En dat doen we hier in Studio Baarn. Kees, Nick en ik zijn namelijk op reis geweest voor het tweede seizoen van Talenten zonder centen. Waar het heen is gegaan mag ik helaas nog niet zeggen, want het wordt pas in het najaar uitgezonden op SBS6. Het wordt in ieder geval helemaal te gek. En ik ben klaar tot ik kan worden opgehaald om naar de studio te gaan in Baarn voor de opnames van Zullen we een spelletje doen? Kortom, een veelbewogen jaar mag je wel zeggen. En hoe toepasselijk was het dat we precies na een jaar vloggen genomineerd waren voor een Viet Award. Vandaag zijn de Viet Awards en de dresscode is fancy as fuck. Nou, fancy as fuck of niet? Let's go! Van het platteland. Ik had geen money op de moneybank. Werkte altijd hard en altijd druk. Nu heb ik Noah van het is gelukt. Ik ben nu miljonair. Daarnaast ook nog populair. 3 of 4 of 5 creditcards. Draag er ook geen cashwatch. Ik ben nu miljonair. Daarnaast ook nog populair. Paprika's chappen met Calvin. Ik kan alles wat ik wil kopen. 6-0, dat is veel gozer. Zo, wij lopen nu het pand uit waar de Viet Awards zijn gehouden. Het resultaat is dat we mis hebben gegrepen, maar dat maakte het niet minder leuk. Wij zijn heel erg trots op het feit dat wij genomineerd waren. En nogmaals bedankt voor iedereen die heeft gestemd op ons. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit was in ieder geval helemaal gek. Het gevolg van een wekelijks verplichte vlog is dat je nooit, maar dan ook nooit rust in je hoofd hebt. Op het moment dat de ene vlog is gepost, ben je in je hoofd al bezig met de montage van een volgende vlog. Ondanks dat het vandaag de dag een van mijn leukste hobby's is, breekt die verplichting me op. Het werkt benauwend soms. Aangezien ik zelf die verplichting heb opgelegd, kan ik daar ook vrij makkelijk van afstappen. Maar ik wil de kosten wat het kost het hele jaar volbrengen. En dat is nu. Het betekent niet dat ik ga stoppen met vloggen. Absoluut niet, want daarvoor vind ik het veel te leuk. Het betekent wel dat ik niet meer elke vrijdag ga posten. Ik zal wel eens een weekje overslaan. Of misschien eens op een dinsdag of een donderdag posten. Dan weer eens een maand niet. En dan weer eens als uitdaging een week lang elke dag. Kortom, de timing van mijn vlogs, de timing van mijn posts, dat wordt wat onverwachter. Dat is trouwens des te meer een reden om je te abonneren, want voorheen wist je zeker dat elke vrijdag om 12 uur kwam er een nieuwe post. Dat is nu dus anders, dus je wilt nu per se die notificatie krijgen, lijkt mij. Toch? Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van een volledig vlogjaar. Mocht dat zo zijn, laat het me dan weten door deze video te liken. Vergeet jezelf ook niet te abonneren en dan zeg ik tot een volgende vlog. Thanks, doeg!